Beide ploegen verschijnen gretig aan de aftrap, maar het niveauverschil valt niet te camoufleren. De druk van Anderlecht op de verdediging van Aalst blijkt te sterk. Na 15 minuten opent Paarswit via een efficiënte Teulings de score. 1-0. 3 minuten later en een verdedigingsfoutje van Aalst wordt meteen weer afgestraft. Wulaert komt 1-op-1 met Bakarne en tikt de bal binnen. Aalst kan amper op adem komen, want 2 minuten later volgt opnieuw een doelpunt voor de thuisploeg. Dit keer is het De Kenny met haar eerste van de avond. 3-0. Toch komt ook de uitploeg eens piepen. De dames van Aalst komen in balbezit, maar hebben vervolgens te weinig inspiratie om voor echt gevaar te zorgen. En vlak voor de rust is daar weer Tine De Kenny. De middenvelder van Anderlecht twijfelt niet en zorgt met haar tweede van de avond voor de 4-0 rustscore. Toch komen de Ajuinen na de pauze met opgeheven hoofd uit de kleedkamer. Maar er valt gewoon niet omheen te draaien. Dit Anderlecht is 2 maten te sterk voor Aalst. De Kenny trapt in de 57e minuut een voorzet van De Loze binnen. 5-0, de derde treffer al van de avond voor De Kenny. En zo wisselen De Kenny en Tessa Wulaert elkaar nog een paar keer af. Eerst Wulaert met de 6-0, vervolgens weer De Kenny met de 7-0. Opnieuw De Kenny met de 8-0 dan. En als afsluiter 1 minuutje later nog eens Tessa Wulaert met de 9-0 eindscore. Een veel te sterk Anderlecht blijft zo verdiend aan de leiding in de score Super League. De moedige nieuwkomer Aalst blijft na een zwaar programma voorlopig punteloos in deze competitie.